Kunt u uitleggen waarom het best wel lang duurde voordat de wedstrijd is afgelast? Nou, het heeft niet zo heel erg lang geduurd, naar mijn mening. We hebben de wedstrijd 3 kwartier uitgesteld in plaats van 2:30, 3:15 aanvangen. Dat was het streven. En dat is niet gelukt, ondanks het hele harde werk en het goede werk wat de medewerkers van FC Utrecht hebben verricht op het speelveld. Maar dat leverde uiteindelijk toch gevaren voor de spelers. Het veld werd eigenlijk toch wel onbespeelbaar, omdat er grote hopen sneeuw zich aan de zijkant van het veld ophoopten. En met name achter de goal, op die doellijn, zat er toch wel hoge bergen sneeuw. En het veld werd wat glad, het veld werd wat ijzig. En we hebben besloten vanwege de veiligheid van spelers en de ijsberg aan de zijkant om de wedstrijd niet door te laten gaan. Waarom was die uitstel van 3 kwartier dan? Omdat we alles in het werk hebben gesteld om de mensen van FC Utrecht het veld bespeelbaar te laten maken. In hoeverre, want de trainer van Bronckhorst en Ten Hag, die zeiden beide dat ze het onverantwoord zouden vinden als de wedstrijd door zou gaan. In hoeverre trekt u zich daar iets van aan? Nou, in principe niet zoveel. Uiteindelijk ben ik degene die uiteindelijk de beslissing neemt. Maar het is wel heel belangrijk dat we een soort overleg met elkaar hebben. Wat zij ervan vinden en wat ik ervan vind. En uiteindelijk is het goed dat we dat in een soort goed overleg doen, hè, met de betrokken partijen. Maar de scheidsrechter, in dit geval ben ik dat, moet uiteindelijk nog steeds die keuze maken. Of die wedstrijd door of niet, wel of niet doorgaat. En dan is het wel fijn dat we even kunnen overleggen. Maar nogmaals, degene die moet beslissen, die moet ook keuzes maken. Is het ook zo, is er iemand, want u bepaalt dan of de wedstrijd doorgaat, ja of nee, is er ook nog iemand bij de KNVB met wie u dan in contact staat? Ja, we hebben natuurlijk meldpunten. Heinrich Welling, dat is degene die verantwoordelijk is voor de hele competitiezaken. Met betrekking tot de planning van wedstrijden. En die heb ik op de hoogte gesteld dat we de wedstrijd in samen overleg hebben. Eerst gezegd dat we tot 3:15 gaan uitstellen. En daarna heb ik hem gebeld dat het voor ons onverantwoord is om de wedstrijd te laten starten. Ja, want ik dacht zelf, ik was op weg naar Utrecht met de auto, dat was al bijna geen doen. Ik was net op tijd voor 2:30. Dan denk ik eigenlijk bij mezelf, van, waarom wordt het niet gewoon al eerder afgelast? Omdat het nog niet helemaal duidelijk was wat de weersvoorspellingen gingen doen hier in Utrecht. Of die er snel overheen zou trekken, ja of nee. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En alle mensen, de supporters die naar het stadion moeten komen, heeft u daar nog een boodschap aan? Ja, dat is heel vervelend. Ik bedoel, die mannen die staan en die dames en die jongen en die kinderen staan natuurlijk klaar om naar die wedstrijd te gaan. En die maken hun tijd daarvoor vrij en die gaan naar een mooie voetbalmiddag. Tenminste, dat willen ze. En het is heel erg spijtig dat ze dan de wedstrijd niet te zien krijgen, omdat die is afgelast. Maar aan de andere kant, in deze soort omstandigheden snap ik iedereen denk ik ook wel dat de wedstrijd niet door kan gaan.